Vanaf 30 oktober is een deel van de Westelijke Ringweg afgesloten. We staan hier vlakbij het Vrijheidsplein. Vanaf 30 oktober dan gaan we dus hier achter mij de weg die nu aan de westkant van het Vrijheidsplein ligt, die gaan we meer naar de oostkant toe leggen. Dus er komt eigenlijk een nieuwe oprit richting de Westelijke Ringweg. En dat betekent dat als we dat gaan bouwen, dat hij dus even geen verkeer kan rijden. Nou, vanaf 30 oktober tot 9 november, dan is het verkeer dat komt vanaf het Julianenplein en de Westelijke Ringweg op wil rijden, dat kan hier niet langs. Maar ook het verkeer dat vanuit Drachten komt en de Westelijke Ringweg op wil rijden, dat kan ook gedurende die periode daar niet langs. Dus dat betekent dat als je hier naar de Westelijke Ringweg kijkt, al het verkeer wat hier vandaan van het Vrijheidsplein naar het noorden wil, kan hier niet langs. En de andere rijbaan vanaf het noorden richting het Vrijheidsplein, daar is één rijstok van afgesloten. Tijdens de afsluiting zal het verkeer worden omgeleid. Die afsluitingen gelden tot 9 november. Vanaf dan geldt er een andere verkeerssituatie. Na 9 november, dan is dus de weg die dus nu nog aan de westkant ligt, die is verder deze kant opgeschoven. En dan rijden de auto's die rijden straks op de Westelijke Ringweg over al die nieuwe baan, die nieuwe weg die op dat EPS ligt, die grote witte blokken. En dan in het komende jaar dan zijn we hier aan het bouwen met het viaduct bij het Leonard Spengelaan, maar ook het viaduct bij de Concourslaan. En dan zullen mensen ook wel merken dat we dan ook nog verschillende periodes hebben dat de weg ook nog een keertje weer verlegd gaat worden.